het vandaag eens hebben over ongebaande paden en gebruik anders dan waar het voor bedoeld is. Ik ben weer eens aan het fietsen en ik zal je eerst eens even laten zien waar ik nu ben. Hier sta ik dus op deze hele vroege zondagmorgen. De zon schijnt niet, maar de vogeltjes fluiten wel. En ik sta op een kruispunt van paden. 4 bospaden. Waar ik vandaan kwam stond aan de andere kant een plaatje met hoefpad en fiets, CQ crossfietspad. Maar ja, weet je, kiezen dus, hè? Wat zal ik eens gaan doen? En eigenlijk zijn geen van alle van die paden bedoeld voor mijn gewone fiets. Ik ga dus wat ze in de medische wereld noemen, doen aan off-label use. Dus iets gebruiken waarvoor het niet direct bedoeld is. En nou ja, je verwacht van mij natuurlijk eigenlijk een verhaal over borstvoeding, dus dat ga je krijgen. Ook in de borstvoeding heb je bij een heleboel dingen off-label use. Je kunt bijvoorbeeld spuitjes die gewoonlijk worden gebruikt om bloed af te nemen of iets in te spuiten, ook gebruiken om moedermelk op te vangen en moedermelk mee te voeden aan de baby. Je kunt hem ook gebruiken als een heel ingenieus apparaatje om ingetrokken tepels naar buiten te halen. Dus je kunt ook dat spuitje gebruiken voor een doel waarvoor de fabrikant het niet direct bedoeld heeft, maar waar het toch goed voor is. Een ander voorbeeld van off-label use is het gebruik van domperidon. Dat is een middel wat je eigenlijk gebruikt als je last hebt van je maag. En dat heeft als bijwerking, en om die bijwerking gaat het natuurlijk, dat het afgifte van het hormoon prolactine bevordert. En prolactine, dat heb je nodig om melk te maken. Dus gebruiken veel moeders domperidon niet omdat ze misselijk zijn, maar omdat ze graag meer melk willen maken. Off-label use dus, van een medicijn. En dan is er natuurlijk ook nog de fles. En ja, als je borstvoeding geeft, heb je die natuurlijk helemaal nergens voor nodig. Maar je kunt hem wel gebruiken als je hem toevallig toch bij de hand hebt. Je kunt de dop waarmee de speen wordt afgeschermd als je de fles niet gebruikt, die kun je gebruiken als een klein bekertje om je baby wat te drinken te geven als het even niet direct aan de borst kan. En het flesje kun je gebruiken om een maagsonde in te hangen, die je in dit geval dan ook helemaal off-label used, gebruikt. En dan kun je dus de onderkant van die sonde, die eigenlijk aan de spuit vastgemaakt moet worden, die hang je onder in het flesje waarin je melk hebt gedaan, waarmee je je baby wilt bijvoeden. En het andere uiteinde van de sonde, het deel wat eigenlijk via de neus naar de maag gaat, dat leg je langs je tepel, terwijl de baby aan de borst drinkt. En zo krijg je baby melk en krijgt hij toch tegelijkertijd ook borstvoeding. Nou, dat was het weer voor vandaag. Dankjewel voor het kijken en luisteren. Ik hoop dat je het leuk vond. Kom nog eens een keer terug, abonneer je op mijn kanaal en dan blijf je altijd bij.